Het gouden vogeltje. Op een dag was er een koning die de meest speciale appelboom van de hele wereld bezat. De boom maakte appels van goud. Elke dag telde de tuinier de appels en gaf ze aan de koning. Er mist een appel! De koning was boos toen de tuinier hem informeerde over de ontbrekende appel. De dief zal geen genade kennen. Die nacht zette de tuinier zijn oudste zoon in als bewaker van de appelboom. Maar rond middernacht viel de zoon in slaap. De volgende ochtend ontbrak er weer een appel. Ik zal mijn tweede zoon vannacht op wacht zetten. Het werd nacht en ook de tweede zoon van de tuinier viel rond middernacht in slaap. De volgende ochtend ontbrak er weer een appel. De derde en jongste zoon van de tuinier bood aan om die nacht de boom te bewaken. Kom op, appeldief, laat jezelf zien! Toen de klok 12 uur sloeg, hoorde hij een ritselend geluid in de lucht. En er kwam een vogel aanvliegen die van puur goud was. Toen hij hapte naar een van de appels met zijn bek, sprong de tuinierszoon op en schoot een pijl af. Maar de pijl schaadde de vogel niet en viel alleen een gouden veer van zijn staart en vloog toen weg. De gouden veer werd in de ochtend naar de koning gebracht en de raadsman werd geroepen. Iedereen was het ermee eens dat het meer waard was dan alle rijkdom in het koninkrijk. Eén veer heb ik niks aan. Ik moet de hele vogel hebben. Wie is er dapper genoeg om mij die hele vogel te brengen? De tuiniers oudste zoon nam deze taak op zich. Bravo! En de oudste zoon ging erop uit om de gouden vogel te vinden. Toen hij in het bos kwam, zag hij aan de rand van het bos een vos zitten. Dus nam hij zijn boog klaar om te schieten. Schiet mij niet dood. Ik zal je goed advies geven. Ik weet wat je bedoeling is. En dat je de gouden vogel wil vinden. Dus, luister goed. In de avond kom je bij een dorp. Je zal 2 herbergen tegenover elkaar zien. Eén is heel plezierig en mooi om te zien. De ander is heel armzalig om te zien. Kies de armzalige om deze nacht te gaan rusten. Maar de zoon dacht bij zichzelf: wat kan een beest als dit hier nu over weten? Dus hij schoot zijn pijl af op de vos. Maar hij miste en de vos rende het bos in. Toen ging hij op weg en kwam bij het dorp waar de herbergen waren. In een van deze waren mensen aan het zingen, dansen en aan het feesten. Maar de anderen zagen er erg vies en arm uit. Hij dacht bij zichzelf: ik zou er heel gek zijn als ik naar die armzalige herberg zou gaan. Dus ging hij naar het mooie huis en at en dronk in rust. Vergat de vogel en zijn land ook. Tijd ging voorbij. Omdat de oudste zoon niet terugkwam, ging de tweede zoon erop uit en bij hem gebeurde hetzelfde. Hij ontmoette de vos die hem advies gaf. Maar toen hij bij de herbergen kwam, riep de oudste broer naar hem vanuit de mooie herberg. En hij ging naar binnen en vergat de vogel en zijn land op dezelfde manier. Tijd ging weer voorbij. En de jongste zoon wilde ook op zoek gaan naar de gouden vogel. Alsjeblieft, vader, laat me gaan. Maar zijn vader was bang. Ik heb al 2 zoons verloren. Maar je zal mij niet verliezen, vader. Geloof me. Uiteindelijk ging de tuinier akkoord. En toen hij bij het bos kwam, ontmoette hij de vos. En hoorde hetzelfde goede advies. Ga naar het arme huis als je wenst de vogel te bereiken. Bedankt, oude wijze vos. Ga op mijn staart zitten, dan zal je sneller reizen. Al snel bereikten ze het dorp. De zoon ging naar de armzalige herberg en rustte de hele nacht. In de ochtend kwam de vos weer met een ander goed advies. Nu ga recht vooruit, totdat je bij een kasteel komt. Ervoor ligt een hele troep soldaten vast te slapen. Let niet op ze. Ga het kasteel binnen en daar zal je een kamer vinden waar de vogel zit in een houten kooi. Dichtbij staat een mooie gouden kooi. Maar probeer niet de kooi te veranderen, anders zul je er spijt van krijgen. Toen strekte de vos zijn staart weer. En de jonge man ging erop zitten en bereikte de kasteelpoort. De zon ging naar binnen en vond de kamer precies zoals de vos hem had verteld. Het is wel heel dom om deze mooie vogel in zo'n armzalige kooi weg te brengen. Maar zodra de zoon het deurtje opende om de kooi te vervangen, schreeuwde de vogel heel hard, waardoor de slapende soldaten gewaarschuwd werden. Hij werd gevangen genomen. De volgende morgen moest hij voor het gerecht om berecht te worden. En toen alles gehoord was, werd hij ter dood veroordeeld. O, barmhartige koning, alstublieft spaar mijn leven. Jij zal gespaard worden op één voorwaarde. Breng me het gouden paard die zo snel als de wind kan rennen. Dan zal ik je leven sparen en je de gouden vogel geven. Hij ging op zijn reis toen hij zijn vriend de vos tegenkwam. Zie je nu wat er gebeurde toen je niet luisterde naar mijn advies? Maar je bent een goede gast. Daarom zal ik je nog steeds helpen. Om het gouden paard te vinden, moet je recht doorgaan totdat je bij het kasteel komt waar het paard in zijn stal staat. Naast hem zal de stalknecht vast liggen te slapen. Neem het paard stilletjes mee, maar zorg ervoor dat het lederen zadel op hem zit en niet het gouden zadel die dichtbij ligt. Alles ging goed, maar toen de zoon naar het paard keek, dacht hij: ik geef hem het gouden zadel. Ik weet zeker dat hij het verdient. Maar op het moment dat hij het gouden zadel oppakte, werd de stalknecht wakker en huilde zo hard dat alle bewakers binnenrenden en hem gevangen namen. Hij werd ter dood veroordeeld. Maar hij pleitte weer. Als het je lukt om de mooie prinses bij me te brengen, dan zal ik je leven sparen. En je mag ook de vogel en het paard hebben. Toen ging hij op weg en ontmoette weer de oude vos. Als je naar me had geluisterd, had je de vogel en het paard beide gehad. Maar ik zal je nogmaals helpen. Ga rechtdoor en je zal bij een kasteel aankomen. Ga naar haar toe en geef haar een kus. Om middernacht gaat de prinses naar het badhuis. Ze zal je haar mee laten nemen, maar zorg ervoor dat je haar het niet aandoet om te gaan zonder afscheid te nemen van haar vader en moeder. Toen ze bij het kasteel aankwamen, was alles zoals de vos had gezegd. Om middernacht ontmoette de jonge man de prinses en gaf haar de kus. De prinses ging akkoord om met hem weg te gaan. Maar ze smeekte hem met veel tranen om haar afscheid te laten nemen van haar vader. Uiteindelijk ging hij akkoord. Maar toen ze weer bij haar vaders huis kwamen, werd hij weer gevangen genomen. Jij zal nooit mijn dochter krijgen, tenzij je in 8 dagen de heuvel kan weggraven die het uitzicht bij mijn raam belemmert. Nu was deze heuvel zo groot dat de hele wereld deze niet weg kon nemen. En na 7 dagen had hij nog amper iets gedaan. Hij zat daar hopeloos toen zijn vriend de vos daar weer was om hem te helpen. Ga maar slapen. Ik zal voor je werken. En in de ochtend was de heuvel weg. De blije koning gaf zijn dochter aan hem en weg ging de jonge man samen met de prinses en weer kwam hij de vos tegen. Je kan het alle drie hebben. De prinses, het paard en de vogel. Echt? Maar hoe? Luister goed. Ga naar de koning en geef hem de prinses. Dan zal hij heel blij zijn. En jij zal het gouden paard krijgen. Je steekt je hand uit om afscheid te nemen en schudt de hand van de prinses als laatste. Dan trek er dan snel op het paard en galoppeer zo snel als je kan weg. Ga dan naar het kasteel waar de vogel is. Ik zal met de prinses bij de deur blijven. Laat het paard aan de aardige koning zien en hij zal de vogel naar buiten brengen. Zeg dan dat je de vogel wilt zien, om te weten dat het de echte gouden vogel is. Wanneer je het dan in handen hebt, rijd dan snel weg. Alles ging zoals de vos had gezegd. Bedankt, lieve vriend, voor je goede advies. Ik sta bij je in het krijt. Als dat zo is, dan, alsjeblieft, dood me. Wat? Zoiets doe ik niet. Je bent mijn vriend. Oké. Het is jouw wens, maar ik zal je goed advies geven. Pas op voor twee dingen onderweg. Red niemand van de galg en ga niet zitten aan de rand van de rivier. Hij reed door met de prinses, totdat hij uiteindelijk bij het dorp kwam waar hij zijn twee broers had achtergelaten. En daar hoorde hij veel lawaai en oproer. Hij zag dat twee mannen opgehangen zouden worden. Nieuwsgierig ging hij dichterbij kijken en zag dat de twee mannen zijn broers waren, die overvallers waren geworden. Neem al mijn geld, maar spaar mijn broers. Nadat hij zijn broers had gered, kwamen ze allemaal bij het bos waar de vos hem voor het eerst ontmoette. En de broers zeiden: laten we bij de kant van de rivier gaan zitten en een tijdje rusten, eten en drinken. Hij ging akkoord en vergat het advies van de vos. Hij ging zitten langs de kant van de rivier. Terwijl hij niks vermoedde, kwamen ze achter hem en gooiden hem van de kant. En namen de prinses, het paard en de vogel en gingen naar het huis, naar de koning, hun meester. O, grote heer, we zijn terug met de gouden vogel en meer. Dit alles hebben we gewonnen met ons werk. Toen was er veel vreugde. Maar het paard wilde niet eten, de vogel wilde niet zingen en de prinses huilde. De jongste zoon viel op de bodem van de rivier, maar gelukkig stond deze bijna droog. Maar de kant was zo hoog dat hij er niet uit kon komen. Toen kwam de oude vos alweer om hem te redden. Als je gewoon naar me had geluisterd, dan was je niks overkomen. Maar je bent mijn vriend. Ik kan je niet achterlaten, dus pak mijn staart en hou je goed vast. Hij trok hem uit de rivier. Je broers staan op wacht om je te doden als ze je vinden in het koninkrijk. Dus verkleedde hij zich als een arme man en kwam in het geheim naar de koningshof. Hij was nauwelijks binnen de poorten of het paard begon te eten. En de vogel begon te zingen. En de prinses stopte met huilen. Toen ging hij naar de koning en vertelde hem al zijn broers schurkenstreken. Ze werden gepakt en gestraft. En hij kreeg weer zijn prinses terug. Na de koning zijn dood was hij erfgenaam van zijn koninkrijk. Een lange tijd daarna ging hij wandelen in het bos. En de oude vos ontmoette hem en smeekte hem met tranen in zijn ogen om hem te doden. Alsjeblieft, mijn vriend. Ik vraag je om deze ene gunst. Doe het alsjeblieft. En de jongste zoon ging verdrietig akkoord. Zodra de vos gedood was, veranderde hij in een man. Het bleek dat de vos de oudere broer van de prinses was, die al vele jaren werd vermist.